Welkom allemaal bij de nieuwe editie van Vlogs. Mijn naam is Lucas Jacob en zoals jullie zien sta ik hier voor onze mooie kerk, de Sint Ignatius Neuronenkerk in Rijssen. De kerk en de daarnaast gelegen gemeenschapszaal werden in 1993 gebouwd en in 1994 overgenomen door de patriarch Mor Ignatius Zakai en toen ook ingezegend. Een leuk feitje over deze kerk is dat het de eerste kerk in Nederland is die door de Suryoye ook gebouwd is. Laten we nu even een kijkje nemen in deze kerk. We staan hier nu midden in de kerk. Centraal in de kerk staat een icoon van de heilige kerkvader Mor Ignatius Neuronen, naar wie ook deze kerk vernoemd is. Ik heb een aantal leuke feitjes over deze heilige kerkvader. Mor Ignatius Neuronen was een leerling van Johannes de Apostel. Hij schreef 7 bekende brieven, zoals die aan de Efeziërs, die aan de Magnesiërs en ook aan de Romeinen. In onze Syrische Orthodoxe Kerk spreekt men over Mor Ignatius Neuronen als de vurige, vanwege de Latijnse betekenis van zijn naam, namelijk Igris, wat vuur betekent. Wisten jullie ook dat de patriarch Mormoran Ignatius Ephrem II de hoogste geestelijke leider van onze kerk vernoemd is, naar Mor Ignatius Neuronen? We staan hier nu met een van de jongeren van deze kerk, namelijk Lisa Boysen. En wij gaan haar een paar vragen stellen over deze kerk. Hi Lisa. Dankjewel Lisa voor je tijd. Geen probleem. We hadden een aantal vragen over deze kerk en die wilde jou graag stellen. Helemaal goed, ja. Nou, hoeveel gezinnen telt jullie kerk, Lisa? Momenteel zijn wij nu ongeveer met 186 gezinnen. We hebben nog, is niet alleen in Rijssen. We hebben ook in Nijverdal, Holten en Wieren hebben we ook nog een paar gezinnen. Ja. Ja. En hoe zit dat bijvoorbeeld op zondagen? Zit de kerk dan aardig vol of valt dat mee? Dat valt wel mee. Voornamelijk komen de mensen weer met kerst en Pasen. Maar door de week is het wel gevuld, maar niet echt helemaal vol. Ja, okay. Begrijp ook. Wie is jullie metfoon van deze kerk? Momenteel is onze metfoon Merke Aksa. Mm-hmm. Hij geeft ons sinds kort les. Want we hebben in september vorig jaar hebben we afscheid moeten nemen van onze Merforno, Sharon. Ja. Alom Hasele. Hij had ons echt veel geleerd en hele mooie herinneringen met hem mee mogen maken. Ja. Dat is mooi toch. En de laatste vraag, Lisa. Hoe zetten jullie je in voor de aanloop van deze kerk? We hebben voor verschillende leeftijdscategorieën een heier. We hebben voor de kinderen Kinderclub Edessa. Dat is gewoon echt vol met activiteiten. We hebben het kerkbestuur natuurlijk, die regelt alles rondom de kerk. We hebben de vrouwenheien. Ja, de vrouwen die organiseren specifiek voor de vrouwen. We hebben culturele vereniging Abga Rijssen. Die regelen bijvoorbeeld voor iedereen, voor jong en oud, bingoavond. We hebben Sinterklaas, dat soort dingen, dat regelen ze allemaal. Ja. Daarnaast hebben we natuurlijk ook SOJP en dat is echt voornamelijk voor jongeren. Ja, dat is echt wel fijn dat jullie allemaal verschillende groepen hebben en zodat eigenlijk iedereen in een bepaalde groep terecht komt. Ja, precies, juist, klopt. Ja. Mooi om te zien. Ik wil je bedanken voor je tijd en antwoorden. Het was erg leuk om hier te zijn. Ja, jullie ook bedankt voor jullie tijd. Nou beste mensen, dit was het weer voor vandaag. We zijn weer aan het einde gekomen van een nieuwe kerkenvlog. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En ik hoop dat ik jullie ook weer terugzie in een vervolgvideo. Dank u wel.